Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Zoals je hoort voel ik me niet echt tip-top in orde, maar goed, dat is het leven. Ik ben echt heel verkouden. Verder afwisseling. Eden hoor ik alweer hoesten, dus die zal ook nog niet echt topfit zijn. Vandaag ga ik met Niels naar de kapper. Dat is echt heel erg nodig. En, oh, ik zal trouwens even laten zien wat ik heb bedacht. Kapsel voor Niels denken we nu hier aan. Want we vinden het lange heel leuk bij hem. Alleen je moet het wel echt, je moet er echt gel in doen, want anders staat het niet, zeg maar. Dus ik dacht, ja, het moet er ook niet te lang, want dan krijgt hij, dat staat hem gewoon niet. Maar hij heeft wel gewoon echt wel het heerlijke haar. Dus ook weer niet te kort. Dus het wordt nu een beetje, nou, wat je net op het plaatje had, is een beetje langer van boven. Maar dan wel, zeg maar, niet al te lang over die oren. Dat het niet helemaal, dus gewoon lekker vol van boven. En ja, dus dat. Naar de kapper. Dan gaan we even naar mijn beste vriendinnetje toe en haar kindje. Zoals we vaker op vrijdag. Morgen is het Glamour Day. Ik ben ondertussen bed op opmaken. Of aan het... Auw, stop. Morgen is het Glamour Day. Dus dan ga ik lekker met mama shoppen. Oh, we hebben trouwens nog iets nieuws gekocht voor Elin. Dit ding. Oma, die is er niet. Wat is er? Ik hoor de oma. Hoor die oma al? Oma komt zo. Ja. Ja, ik kom eraan. Ja, ik kom eraan. 1 minuutje. Ja. Dit is een badring. Want... is die afgelopen? Oh, moet ik het nu zien? Ja. Oké, nou. Wow, wat is dat voor moois? Dat is meisjesfilmpje. Oh, goed. Wat ik dus wilde zeggen is dat we deze badring voor Eden hebben gekocht. En dan kan ze gewoon lekker bij Niels in het grote bad erbij zitten. Echt heel leuk. Ze vond het echt geweldig. En ik dacht niet al te hysterisch. Want het is al hysterisch genoeg met Niels in bad. Hartstikke idee. Ik hoor Eden. Hallo. Goedemorgen, waar ben je spreekjes gevallen? Goedemorgen. Oh, dat is al minder snot. Ja, ja. Oh, dat is al minder snot, hè? Ja, het wordt deze. Een jurkje. Ja, bijna altijd een jurkje. Ja. Heb jij lekker geslapen? Ja. Nou, wat fijn. Je wil het zien, hè? Je wil het zien. Ik wil het zien. Ik wil leren, ik ken ze niet, toch het zijn geen vreemden. Ik wil het zien, uitproberen. Laat maar niet gaan zingen, hè? Dat is voor niemand een goed idee. Gezondheid. Ik heb een beetje een maillot tekort, dus we doen even deze aan. Maar als het goed is komt er vandaag of morgen een bestelling van de hennespinnen met ook nieuwe maillotjes. Want ik had nieuwe maillots gekocht, maar die waren dan weer te groot. Dus ik heb nu weer een maat er tussenin gedaan. Oh, wow. Ja, dat is natuurlijk wel heel interessant, hè? Dat is natuurlijk wel heel interessant. Boeitje. Zo. Dan gaan we even jouw lokken doen, hè. Er kwam een pakketje binnen van de H&M. Dus ik dacht, dat ga ik meteen eventjes unboxen. Ik heb hier een bikini broekje. Ik vond het wel mooi met dat randje. Maar deze ziet er heel groot uit. Dus ik hoop dat ik die ook in een maatje kleiner heb besteld. En dit is gewoon een basic shirtje, maar ook een beetje losvallend. Met een lang mouwtje, maar dat stroop ik dan op. Ik vond het wel een mooi kleurtje. Gewoon een beetje simpel shirtje. Broeken voor Niels, maar geen idee. Hij zit een beetje in de 10 maten. Dit oogt veel te groot. Dit is dus 104. Maar ik vind het echt heel erg groot ogen. Echt wel heel groot. Het is wel mooi slank. Het is gewoon een skinny. Maar hij is nu namelijk dat wel heel veel broekjes te kort zijn. Alleen omdat hij zo slank is, zit het ook weer vaak zeg maar te wijd als het een maatje groter is. Dus een beetje zoeken. Ik ga het gewoon even bij me aantrekken. Oh, niet zo, sorry. Ik ben echt... Oh, het is heel koud weer. Maar goed, dit is dus een 104. Dus er staat dan 3 tot 4 jaar. Nou, hij is 3,5. Ik heb hier nog een 104. Een beetje een gescheurd model. Een beetje een gescheurd model met bretels. Die is ook wat wijder. Maar ik dacht, vind ik misschien ook wel stoer. Maar ook dit, ja, misschien denk ik gewoon dat die kleiner is dan die is. Maar het is in ieder geval niet zo'n super stugge jeans. Daar ben ik wel blij om. Dit is hem. Maar goed, ook ja, ik vind het best wel groot. Nou, ik ga het hem gewoon aantrekken. Dus ik heb wel een aantal nieuwe broekjes voor, maar die heb ik dan van de Zara. Die zitten er net wat korter. Oh ja, dit is een badpak. Op vakantie is een van mijn badpakken. Is al een stuk gegaan. Ik heb een nieuw badpak. Dit is volgens mij wel weer van die shaping lijn. Dat vind ik met die gekke buik voor mij wel fijn. Deze zit ook gewoon bandjes bij hoor. Maar dit is een beetje zo'nzelfde model. Maar die heeft iets meer cup. Ik ben heel benieuwd. Maar dat kan je dan wel weer. Dus moet je dan in. Dus ik heb maar 40 gedaan. Ik dacht, anders past mijn borst er denk ik niet in. In een 38 past mijn borst er denk ik niet. Nou, 36 helemaal niet. Even kijken. Ik denk voor mijn borsten zou ik misschien wel een 42 nodig hebben. Dus ik ga gewoon even kijken. Het oogt krap. Maar we gaan het eventjes passen. Maar ik vond hem wel mooi, want deze heeft het iets hoger uitgesneden bij de benen. En die andere die ik had, die was wat lager daar. Super charmant. Maar goed, ik vind het wel, die shaping badpak van Hennis vind ik echt wel heel prima. Oh ja, ik heb ook nog een bikini. Ja, dat moet dan wel weer net... Oh, dit valt eruit. Plakkertje. Zo'n bikini moet ik dan wel weer net durven, zeg maar, met mijn gekke buik. Maar goed, als ik er op een gegeven moment aan geholpen word, dan valt het wel weer. Vandaar ook dat broekje trouwens. Ik dacht, als ik dan... Dan is het... Ik heb normaal altijd van die broekjes met zo'n lintje aan de... Zo'n touwtje aan de zijkant, zeg maar. Maar qua litteken denk ik dat dit dan misschien een fijner broekje was. En dit is dan de bikini die daarbij hoort. Dus dat gaat dan maar weer tot cup D. Maar dan heb ik een 80D genomen. Volgens mij, dat is niet mijn normale maat. Maar volgens mij bij de Hennis gaat dat wel. Het is dus met die, nou ja, met die, dit zo'n randje. Daar zit er gewoon een normale cup in. Dus ik ben heel benieuwd. En 80 kan ik dan hier, kan je dat vaak nog wel... Mijn moeder is wel zo lief om dan dit zeg maar wat strakker te maken. En dan zit het vaak wel. Maar goed, we gaan het gewoon even proberen. Hey, mittens! Dan heb ik een setje maillotjes voor Elin. Want ook die heb zeg maar 62,68 en dan heb je 74,80. En 74,80, je hebt zeg maar 62,68. Nee, je hebt 50,56 en dan 62,68. En dan heb je 74,80. Zij is 72 centimeter lang. Ik weet toevallig, want we zijn net bij het massageplan geweest. Maar... Je zit gewoon hele dunne benen, dus dan zit het toch heel raar wijd. Dus ik heb nou toch maar weer, want die 62, 68 zit op zich nog prima. Maar zeg maar, de 62, gewoon los 62 is echt te klein. Maar die van de Hennis, die 62, 68 zit wel goed. En dan heb ik een donkergrijze en zo'n soort wit. Ja, waar je zeg maar als volwassene niet per se mee zou gaan lopen misschien. Maar voor haar zit het mega cute bij haar pakjes. Dit. Oh, dit is gedurfde poging van mezelf. Dit is een ander bikini topje. Het leek me wel mega comfortabel, maar of het ook echt steun biedt, weet ik niet. Maar dit is van diezelfde lijn. Maar dan is het een, ja, gewoon een topje, zeg maar. ga ik gewoon proberen. Kijken of dat steunt. Het is op zich wel vrij stevig stof. En dan heb ik sandaaltjes. En die zag ik toevallig. Ik heb van die een beetje roze-gouden sandaaltjes al echt al jaren. Die zijn stuk. En elk jaar ben ik op zoek naar iets nieuws. Maar ik kan niet echt iets vinden wat ik zoek. En deze vond ik er wel mooi uitzien. Deze zijn licht roze. Een beetje huidskleurig. Ziet eruit. Met dan een gouden bandje, maar niet te goud. Dus ik vond het wel een, ja, en dit is gewoon elastiek. Maar ja, het kan lekker zitten en het kan natuurlijk een drama zijn. Maar ik vond het wel op zich een mooi basic schoentje. En zeg maar, dit kan ik ook nog wel naar mijn werk aan. Maar dit is ook gewoon lekker voor gewoon. Meestal ga ik voor een teenmodel, omdat ik brede voeten heb. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind hem wel mooi namelijk. En die heb ik ook in, dit is 38 en ik heb hem ook nog in het 39 besteld. En om een van de redenen heb ik hem twee keer in 39, want dit is ook 39. Twee keer in 39. Dat dus. Die eigenwijze staartjes. Ja, leuk hè? Ja, maar het ziet wel lekker uit het gezicht. Ja, die kregen plaats van panadier van, daar maakt ook panadier op het plafond of ze vegen dat steeds weg. Ja, nou, daarom doe ik ze ook in, dus je is niet uit te leren. Wij hebben deze, dit is vegan Ben & Jerry's, dus Blonderry. Afhalen. Ja. En die deksel. Het deksel zit eraf? Ik dacht anders. De kids liggen op bed. Ik heb verder niet meer gefilmd. Ja, maar ik wil een goede tijd krijgen. Ja, dat is wel. Ik heb net wel even neusspray ingegooid in de hoop dat ik gewoon even kan ademhalen. Oh, wel de kriebels. Maar ook kunnen Starsborn doen. Dat is toch een film? En wij gaan een film kijken, zoals je hoort. Maar dat is altijd een hele discussie, maar dat herkennen jullie vast. En is hij op bed? Nee, niet eens. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik ga niet naar de sportschool vandaag, want ik voel me echt heel druk. Maar ik ga wel thuis proberen te sporten. Maar ja, ik zit gewoon heel... Het doet allemaal zeer en jeuk en rol. Maar goed, ik ga hier proberen te sporten, want ik heb ooit ergens gelezen, als het zeg maar boven de schouders is of zo, zeg maar de bezels, dan kan je gewoon sporten en onder de schouders zeg maar moet je het gewoon niet doen, want dan heeft je lichaam energie nodig om te herstellen of zoiets. Ik weet niet, ik heb het ooit ergens gelezen, ik zit me er niet op vast, maar met die theorie ga ik proberen wat te doen. In ieder geval niet zozeer, ik ga niet oprennen en ik weet het allemaal niet, maar wel gewoon weer eventjes... druk zorgen dat mijn karkas van buikspieren zeg maar de pijn een beetje tegenhouden. Dus dat ga ik nu doen. Dan ga ik iets aantrekken. Dan ga ik dat doen en dan ga ik straks lekker shoppen met mama. Maar ik hoop gewoon dat ik niet zo last heb. Ik neem sowieso neuspray mee, want anders dan snodder ik de hele boel onder. En misschien natuurlijk ook wel een paracetamolletje nemen. Maar goed, ik heb er wel heel veel zin in en verder zeg maar lichamelijk gaat het prima. Het is gewoon dit. En ik moet zeggen dat ik wel jeuk in mijn longen heb. Dan krijg ik altijd zo'n jeuk in mijn rug en in mijn longen. Goed, dat. Dus. Elin en ik zijn net even kort mee geweest naar de gym van Niels. Ik heb dus thuis gesport vanwege. Het was er maar goed ook. Op een gegeven moment ging ik iets, een soort springoefening doen. Jump, squat, ding. Nou, toen dacht ik, oké, spring moet ik echt niet doen. Ik had echt het gevoel dat mijn hele hersenen zo door mijn hoofd ging. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo voelde het. Ik heb dit. Hoor ik nou even in? Oh, dat is buiten, ik dacht al. Ik heb dit op mijn brood. Dit is paprika spread van Zonatura. Ik begreep van Niels dat ze dat ook bij zijn kinderopvang hebben. En hij vindt het niet lekker. Maar ik vind het wel lekker, dus dat komt goed uit. Ik ben gek op paprika. Dit is paprika mijn favoriete groente is. Rode paprika, dat verstaan. Er wel een klein beetje zout op. Kost I love zout. Zo. Maar het is dus, ja, het is Zonatura paprika spread. En wat ik ook heb gekocht laatst, is dit. Voor de kids. Dit is van de Kleine Keuken. En dit is broodbeleg met mango en pompoen. En dit is met aardbei en bietjes. Dus er zit alleen maar aardbei, rode bieten, dadelstroop of dadelsiroop, appels en pectine in. Nog niet eens 1%, wat pectine ook is. En dan heb je hier mango puree, pompoen, banaanpuree, agavesiroop en citroensap. En ook dat pectine. Dus ja, dat mag Elin en zeg maar dat is niet altijd mega ongezond. Mama en ik gaan lunchen. Ik sta bij de kennis, dit jurkje aan. Het zit verder echt heel leuk. Ik heb dan toch al vrij snel, zoals ik opzet, wordt het zo met dit. En dan heb ik toch een soort van warm buikje dat ik helemaal doe. En verder is het natuurlijk wel cute. Ik ga dit allemaal laten zien. Ik sta bij Zara. Ik heb nu een boyfriend broek aan. Ik weet het lang bij mij, dat ik het wel leuk vind. De rest zijn niks. Maar ik weet niet, ik vind het altijd weer die uur van. Dat een beetje, ja, ik weet niet. Het is inmiddels wel avond en ik heb helemaal niet meer gefilmd. Omdat het hier een beetje chaos was. Maar ik heb wel weer die dingen, chocolademuffins gemaakt. Dat van mij wel. Die ga ik eventjes in de koelkast doen. En ik heb ook weer van die energy bols gemaakt. Dus dat wel. Maar het was verder een beetje chaotisch. Waar? Waar zijn mijn jaren komen? Goedemorgen, het is zondag en ik ben even aan het opmaken. Het is al 10:15. Elin heeft te slapen en als Elin straks rustig wakker wordt, dan gaan wij naar de Geertjeshoeve. En tot die tijd heb ik een beetje opgeruimd en dat soort dingen. Ik ben nog steeds een strontverkouden. Gisteren ook echt als een blok in slaap gevallen, echt al voor 11 uur, wat echt very unusual is voor mij. Dat ik zo vroeg überhaupt naar bed ga. Maar het is zo vroeg. Ik ga liggen normaal wel rond die tijd in. Maar meestal ben ik wel nog een tijdje wakker. Maar goed, nu niet. En ik ben nog steeds heel verkouden. Maar het voelt op zich wel beter. Ik heb een spulletje ingepakt. En we gaan zo die kant. Het is echt super lekker weer. Dus. Ik heb een cracker met paprika spread. Vind ik lekker. En een thee. Nee, jij houdt er niet van, hè? Had papa een keertje bij mijn boterham opgedaan. Ja, was het geen succes? Nee. Niels is de boer. We gaan brokjes geven en een flesje aan de geitjes. Niels gaat op de tractor. We zijn bij de Geertjeshoef geweest, dat was echt heel leuk. Het bleek dat mijn beste vriendinnetje dus ook was met haar zoontje en haar vriend. Maar ja, die hebben dus misgelopen, want zij appte mij en toen waren zij denk ik net weg. Dus echt heel zonde, want we waren er gewoon tegelijk. Maar goed, het was heel druk. We gingen in de tractor rijden, ja. Daar is de tractor. Ook ga je opnieuw. Ik ga even lekker lunch voor ons maken. Wij gaan eten. Ik vergeet echt zoveel te vloggen. Maar vriendinnetje was hier, was echt super gezellig. En gewoon lekker gekletst in de speeltuin zijn we gaan zitten met Elin en Niels, was gezellig. En daarna hier nog spelletjes gespeeld samen met Niels. En Niels wilde heel graag nog een keertje terug naar de Geertjeshoef. Hij wilde eigenlijk morgen al. Dus nou, dat wordt een beetje lastig. En daarna... Elin wilde niet slapen, dus dat was nog even bijzonder gezellig. Maar nou ja, toen ze uiteindelijk sliep, heeft ze uiteindelijk nog gegeten en geslapen. Tegenwoordig eet ze dus zo'n heel potje van die babyvoeding op. Nu zijn we in pyjama en gaan we lekker nog eventjes op bed een boekje lezen. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik ben heel raar als je blijkt als ik naakt ben, wat ik niet ben. Ik hoop dat jullie leuk vonden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag volgend weekend bij een nieuwe vlog.